Goedemorgen of goedemiddag allemaal. Welkom bij de VEMUG. Mijn naam is Jan Stroombergen. Ik ben Business Development Manager voor Agile, zoals u kan zien. En ik ga jullie een en ander vertellen rond Agile. Als endpoint leverancier voor Putin Clients. Hier vertel ik eigenlijk niks nieuws natuurlijk. Onze wereld verandert. De wereld verandert altijd en blijft constant veranderen. Ik denk dat we de laatste 2 jaar heel duidelijk gemaakt hebben dat de wereld IT-gewijs nog veel sneller gaat veranderen en blijft veranderen. Ik denk dat de pandemie dat wel duidelijk gemaakt heeft. Nu, in die context zien we heel veel bedrijven die in richting virtual compute gaan. En of dat je dat dan cloud computing of VDI of server-based computing wil noemen, maakt allemaal niet zoveel uit. Maar een vorm van centraal computing, van virtual computing, doen bedrijven natuurlijk vanuit een investeringsperspectief, vanuit een managementperspectief. Ja. Men wil de desktops op een veilige, beheersbare en kostenbeheersbare manier centraal gaan aanbieden. Ja, meestal gaat het dan over Windows desktops natuurlijk. En als bedrijven die keuze maken, dan doen ze dat natuurlijk vanuit die standpunten. En dan is het natuurlijk belangrijk dat hun endpoints die strategie complementeren. En het heeft weinig zin om dan een Windows-machine aan de gebruiker te geven, die je dan weer op zijn minst dezelfde manier moet gaan beheren, en antivirus, antispam en al dat soort dingen. Dan verlies je eigenlijk meer dan dat je wint, want je bent en desktops aan het beheren en virtuele desktops aan het beheren. Dus je wil een zo klein mogelijk OS en zo simpel mogelijk OS aan de clientzijde, om ervoor te zorgen dat je investering aan de serverzijde maximaal rendeert. En dat is waar Agile in uitblinkt. Je wil dat natuurlijk wel op die manier inrichten dat de gebruiker er geen last van ondervindt. Je wil natuurlijk diezelfde flexibiliteit rond unified communications en al dat soort dingen wil je natuurlijk hebben. Dus met andere woorden, Agile, een goede keuze aan de clientzijde, bijvoorbeeld Agile, gaat je TCO en je ROI positief beïnvloeden. Nu, wat is Agile OS? Agile OS is een simpel, smart, secure Linux OS. En wij noemen het Workspace Edition. En we noemen het ook wel eens Next Gen Edge OS for Cloud Workspaces. En het is een OS specifiek gebouwd voor Edge. Met de bedoeling om op een simpele, eenvoudige manier geld te besparen, management te reduceren, de security te verhogen en de performance te verhogen. En wat zijn we eigenlijk? Wel, we zijn eigenlijk, zoals ik al zei, een Linux-based OS. Wij draaien op eender welke hardware, x86-64-bit, en ook op een aantal Raspberry Pi-platformen. En het laat je toe op een veilige manier naar eender welke digitale workspace of centrale workspace te connecteren. Met een simpele, centrale configuratietool. En die configuratietool is onze UMS. Daarmee beheren we alle devices op de identieke manier, ongeacht de hardware. En het is een volledig gratis product dat we meeleveren met elke Workspace Edition. Het is eenvoudig, het is granulair, het is profielgebaseerd, het is schaalbaar en volledig autonoom trouwens. Dus met andere woorden, de database hoort bij het product. Nu, hoe kan je aan Agile Workspace komen? Hoe kan je Agile Workspace implementeren? En je kan dat eigenlijk op 3 manieren. Ja? De meest eenvoudige methode is natuurlijk om eender welke x86-64-bit apparaat te kopen of te hebben, want je kan het natuurlijk ook hergebruiken en je installeert daar onze software op. Dat is de linkerkant van deze slide. Aan de rechterkant kan je natuurlijk ook nieuwe toestellen kopen. Je kan een toestel kopen dat specifiek bedoeld is om voor een bepaald doel. Dat kan een Agile product zijn, dat kan ook een LG product zijn bijvoorbeeld. Dan installeer je daar de software op en je bent klaar. En dan hebben we nog een derde vorm, wat ik de hybride vorm noem, waarbij je een UD Pocket hebt, wat eigenlijk een USB-stick is. Daarop staat onze OS en daarmee kan je een machine booten tijdelijk in een bepaalde in de Agile rol. Dus bijvoorbeeld denk aan een thuisgebruiker die de PC van de familie overdag wil gebruiken als werkplek voor kantoor. Dan kan je die door te booten met de UD Pocket een Agile OS geven. 'S Avonds trek je de UD Pocket eruit, heb je terug een Windows PC of een Mac. Kan ook bijvoorbeeld een bring your own device strategie zijn. Dus de 3 methodes zijn identiek en laat je toe om op 3 verschillende manieren het Agile OS te booten. Maar grappig in het verhaal is dat je eenmaal geboot het op dezelfde manier via de management software beheert. We doen dat natuurlijk niet alleen, dat soort dingen. Je hebt daar andere partijen voor nodig. We moeten samenwerken met partners.
in dit verhaal voornamelijk VMware en LG natuurlijk, maar je ziet er staan er ongeveer 100 op deze slide in alle mogelijke categorieën. Denk aan Unified Computing, denk aan peripherals, denk aan security. Ga gerust door de lijst, hij is bijna eindeloos. En heel belangrijk om te weten is dat, in tegenstelling tot veel van onze conculega's, verkopen wij geen printers of geen networking of geen servers. Ja? Het enige wat wij doen is endpoint management. Het enige wat wij doen is een thin client OS. Ja? En dus we doen dat dan best ook maar een beetje goed, want als we het slecht doen, dan hebben we een heel groot businessprobleem natuurlijk. Nu, een van de partijen waar wij heel veel mee samenwerken is LG. En ik denk dat Giel je nu wat meer gaat vertellen over LG-producten in relatie tot Agile. Goedendag, mijn naam is Giel van den Berg, werkzaam bij LG Electronics in de Benelux. Ik ben eindverantwoordelijk voor de IT-divisie en daar vallen cloud devices onder andere ook onder. Jan heeft u een en ander al verteld met betrekking tot de voordelen en de redenen omtrent VDI. Ik zal daar kort nog verder op ingaan en dan vanuit de thin client gedachte, de hardware gedachte zoals LG deze levert. Allereerst data security. Er is op dit moment een striktere regelgeving omtrent GDPR en AVG. Ongetwijfeld is bekend wat er recentelijk nog in het nieuws is gekomen omtrent datalekken en de gevolgen die dat heeft, financieel, maar ook emotioneel. Denk u bijvoorbeeld aan ID-fraude, wat steeds groter probleem wordt. Dat betekent dus dat die data heel veilig zijn. Wat weinig mensen weten is dat 95% van alle attacks op endpoints plaatsvinden. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld notebooks, maar ook bijvoorbeeld hardware-eindoplossingen zoals een fat client. Dat betekent dat die data optimaal beveiligd moet worden. En zoals aangegeven, de regelgeving wordt strikter hieromtrent. Een zeer belangrijk onderdeel voor het kiezen voor een thin client en een VDI-omgeving. Daarnaast, ook door Jan net aangegeven, is het reduceren van de TCO, de Total Cost of Ownership. Blijkt dat vanuit een IT-park het eenvoudig is aan te sturen vanuit een centrale organisatie, waarbij op die plek het onderhoud gedaan kan worden, maar ook verdere upgrades en updates gedaan kunnen worden. Daarnaast is het zo dat de kosten van bijvoorbeeld energieverbruik van een thin client en een zero client aanzienlijk lager liggen dan van een fat client. Zoals aangegeven, de updates en de upgrades, de administratie en het verwerken ervan is ook een zaak wat het werken met een thin client aanzienlijk eenvoudiger maakt. Ergonomie op de werk plek, daar moet u denken, buiten ergonomische werkplekken, arbo-bepalingen, waarbij producten in hoogte verstelbaar zijn. Ook denken aan bijvoorbeeld een lage energieverbruik en een lage temperatuur van het device zelf. Dit alles bij elkaar opgeteld, en dat punt is niet benoemd, is een ander aspect dat belangrijk is, milieu. Veel organisaties, overheidsinstanties, zullen echt gaan kijken hoe groen leveranciers zijn. Dit doen wij door middel van een lagere powerconsumptie, zoals wij dat zeggen, waardoor de uitstoot aanzienlijk vermindert, waarbij energieverbruik aanzienlijk omlaag gaat en zeg maar, het milieuaspect een belangrijke bijdrage bij daaraan leveren. Wij denken altijd in vertical omgevingen, educatie, onderwijs, etc. De mogelijkheden zijn echter veel en veel groter. Dit plaatje laat u zien welke mogelijkheden er zijn. Werken vanuit huis, vanuit supermarkten, waarbij vanuit de supermarkten richting het hoofdkantoor dataoverdracht plaatsvindt, op een hele veilige manier. En zo kunt u op dit plaatje zien welke mooie oplossingen wij met onze hardware kunnen bieden. En wat zijn die hardwareoplossingen? Hardwareoplossingen die zich richten op de thin en de zero clients. En ik laat u graag in het volgende plaatje zien welke oplossingen wij daarvoor hebben. Alvorens ik dit doe, wil ik toch even teruggaan naar LG als organisatie. Wij produceren, ontwikkelen, maken, bedenken hele mooie producten op het gebied van onder andere beeldschermtechnologie. Wij zijn de maker en bedenker van IPS, in-plane switching, wat zorgt voor een grotere kleurechtheid en een betere inkijkhoek. Dit is de standaard in vele aanbestedingen en tenderaanvragen en dat is de benchmark in de markt. Daarnaast hebben wij ultra-wide producten ontwikkeld. Producten die een toepassing vinden voor bijvoorbeeld de financiële dienstverlening. Wat betekent dat in praktijk? Een groter beeldscherm met een grotere resolutie levert geen groter beeld op, maar vooral meer beeld. In Excel betekent dat bijvoorbeeld kolommen in de breedte en in de hoogte, die aanzienlijk meer kolommen in zich dragen. De 38 inch is op deze manier ook ontwikkeld. Vanuit Amerika was er een grote financiële instelling die ons de vraag stelde, jullie maken al thin clients, kunnen jullie ook een 38 inch leveren? Wij zijn met hen om de tafel gaan zitten, gaan kijken wat hun behoeften waren. En op basis daarvan is er een 38-inch model ontwikkeld.
Uiteraard zijn we ook gaan kijken wat de verdere afzet wereldwijd zou kunnen betekenen. En wij waren en zijn in staat om dit soort producten te maken. De 38 inch was hierbij geboren en uiteindelijk kunnen wij meerdere partijen van deze mooie producten voorzien. Kijkend ook naar de rest van de markt zie je een upgrade plaatsvinden van 24 naar 27 inch in het zakelijk segment. En tegelijkertijd ook een 34 inch zoals wij deze leveren. Deze modellen zijn in non-OS en OS versie goed verkrijgbaar, voorzien van een camera en een Intel quad-core processor. Modellen die binnen het zakelijk segment steeds interessanter worden, juist vanwege het feit dat de inch-sizes groot worden. Mainstream is nog steeds 24 inch. En ook daar doen wij ontwikkelingen in. Ontwikkelingen op het gebied van het product zelf. Het produceren van witte producten vanuit de vraag die in de markt is ontstaan. Maar ook medisch gecertificeerde thin clients, all-in-one, inclusief RFID. Op basis van gesprekken met relaties met klanten binnen de zorg is dit product ontwikkeld. En niet alleen voor uiteraard voor de Nederlandse markt, maar voor de wereldwijde markt. En last but not least hebben wij nog steeds onze boxen. De boxen die qua functionaliteit identiek zijn, maar waarbij de klant altijd nog de mogelijkheid heeft om zelf zijn eigen beeldschermen daaraan te koppelen. Naast onze Think Clients bieden we ook nog steeds onze Zero Clients aan. Voor de partijen met de Teradici chipset, die nog steeds erop gestandardiseerd zijn en waarbij wij nog steeds producten blijven produceren. Een all-in-one 24-inch model en een desktop. Producten die stuk voor stuk voldoen aan de eisen die onze klanten stellen, omdat wij daar nog steeds in blijven geloven en ontwikkelen. Waarom dan LG Cloud Devices? Tweeledig, enerzijds voor bedrijven, anderzijds voor de gebruikers. Het eenvoudig kunnen configureren, de hoge mate van security. Restricties die wij kunnen opleggen, juist om datalekken te kunnen voorkomen. En het hebben van webcams die als een pop-up omhoog geschoven kunnen worden om de risico's te minimaliseren. Als je gaat kijken voor de gebruikers, maken wij gebruik, zoals ik daarnet al aangaf, van IPS-technologie. Maar ook compatibiliteitsproblemen proberen te voorkomen, doordat we de webcam en de speaker hebben ingebouwd. En uiteraard een ergonomische stand conform armboombepalingen. Uiteraard maken wij gebruik van de beste kwaliteit denkbaar. Het moet wel een bewezen kwaliteit zijn. Wij bieden het breedste pakket van all-in-ones aan in de markt, van 24 tot en met zelfs 38 inch. Ook kunt u de monitoren verder uitbreiden voor 2 of 3 schermen eraan te hangen. En werken wij samen met partners, waaronder Agile. En uiteraard in alle devices wireless LAN en Bluetooth ingebouwd. En wat zit er dan nog verder aan te komen? U ziet hier ThinkClient Notebook staan. Wij produceren al heel lang notebooks en we zijn dit jaar gestart met de verkoop van de notebooks op de Nederlandse markt. Waarin blinken onze notebooks uit? Allereerst het gewicht. De naam is gram. Alles onder, op of net boven de kilogram. Daarnaast heeft deze producten de US Military Standard. Wat betekent dat ze onder extreme omstandigheden ingezet kunnen worden. Omdat wij producent zijn van beeldschermen, ziet u ook binnen onze notebooks de beste kwaliteit beeldscherm toegepast worden met hele dunne randen. Dus maximale beeldkwaliteit binnen een zo minimaal mogelijke behuizing. En last but not least, wij zijn producent van batterijen. Voor de automotive industrie, maar voor heel veel andere industrieën. En dit stelt ons in staat om batterijen te installeren die een tijd kennen van tot 20 uur. En u bent dus eigenlijk mobiel bij de gratie van die batterij, wat betekent dat tot 20 uur u kunt werken. Een zeer lange werktijd is daar gegarandeerd. Wat betekent dat dan voor Think Clients? Wij voeren deze nog niet op de Nederlandse markt. Maar we staan zeker open om samen met u te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. En dit samen met u bespreekbaar te maken. Want wij willen blijven ontwikkelen op het gebied van Think Clients. En daar onze bijdrage aan kunnen leveren. Uiteraard hebben we ook wat voor u in petto. Laat uw e-mailadres achter in de chat of op de booth, en wij zullen in de tombola een lot trekken met uw naam, en u kunt een hele mooie ultrawide LG 34 inch winnen. Een product waarbij u dan overtuigd kunt raken van de kwaliteiten die wij bieden, en dat u daar hopelijk heel veel plezier van gaat ondervinden. En als u Agile wil uitproberen, dan kan u altijd het Agile OS gewoon downloaden van op onze website. Op de homepage kan u een downloadbutton vinden. Maar wij sturen ook met heel veel plezier een UD Pocket toe. Stuur ons gewoon een e-mail of laat informatie achter op de booth. En u krijgt van ons gratis en voor niks een UD Pocket toegestuurd.
Die werkt dan gedurende 90 dagen zonder enige beperking. En dan kan u het hele AgileOS uitproberen op een machine naar keuze.